We gaan beginnen, het artiestenfestival. U bent erbij. Vandaag weer een heel vol programma. Alleen maar leuke artiesten. Zingen en springen in het hele land. We gaan beginnen. Applausje voor jezelf, lieve mensen. We gaan gelijk weer vol gas beginnen vandaag. Je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van hetartiestenfestival.nl. En meteen even naar backstage het interview bij Jozef Plat. Andy, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Helemaal uit België reden, een rijden. Ja, het is een heel eind rijden, zeg. Vanmorgen midden in de nacht opgestaan. Even weg, probeer alle ballen weg te douwen en zo. Maar nee, ik moest ook nog een PJ op gaan bouwen voordat ik hier naartoe kwam rijden. Want ik heb vanmiddag natuurlijk een groot optreden op een of andere caravanterrein in Brabant, in Schijndel. Dat is natuurlijk, als de mensen dit horen, al een tijd geleden. Dus ga dan niet met z'n allen naar Schijndel, want het heeft geen nut, want dan ben ik dan niet meer. Maar dat is dus, het was heel vroeg dag voor ons en ja, toch een kilometertje of 300 rijden. En dadelijk weer terug, dus ja, je moet al wat voor over hebben. Ik ben er! Ja, nou, we zijn ook heel blij dat je er bent. Ja, je bent toch een tijdje rustig geweest eigenlijk, hè? Ja, wat heet rustig. Niet echt helemaal nee, rustig. Nee, je bent in het buitenland gezeten en daar heb je meer gedaan dan hier, denk ik. Ja, ook wat singeltjes doorgemaakt, maar ook wel veel geschreven voor andere mensen. Onder andere liedjes voor Corrie geschreven, havenzangers, voor toch wel wat gerenommeerde mensen in ons Nederlandje. Ja. Heb ik toch wel tekstjes en muziekjes met elkaar zitten schrijven. En natuurlijk ook voor mezelf weer wat stukken bij elkaar geraapt om te werken aan een spiksplinternieuw album. Wat het eind van dit jaar gereleased moet gaan worden met tussen de 12 en de 14. Dat ligt eraan wanneer de pen leeg is. Ja.
spiksplinternieuwe songs van mij. Dus, dus het wordt helemaal weer wat nieuws. Ja, ik heb ja, maar de meeste mensen kennen die alleen maar van Dali Dali en Music Maker en dat soort nummers. Maar... Ja, maar toch in die tijd, Dans op de Wolk is ook wel een hele grote hit geweest. Ja. En kijk nog één keer om. Ik bedoel, die staat denk ik op alle mega top 100 cd's die ooit uitgekomen zijn. Dat was ook echt een hele grote hit. Maar dat is een ballad en die verwachten ze niet zo gauw van je. En die is ook net uitgekomen in een beetje een moeilijke periode in mijn leven. Maar toch ook een heel mooi nummer wat ik gemaakt heb. Ja, 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 wat mij opviel, want ik jouw eerste optreden heb ik eigenlijk pas gezien bij Tina Trucker op de verjaardag. Echt waar? Ja, ja, dat meen ik echt. God, je praat nog steeds met me. En ik praat nog steeds met je. Ja, er is toch iets blijven hangen. Ja, kijk. Nee, maar wat mij opviel, dat je zo enorm veel enthousiasme uitstraalt met je optreden. Ja, ik vind dat je als artiest moet. Je hebt er niks aan om heel mooi te zingen en als een zak aardappel op de bühne te gaan staan. Maar die zijn er genoeg. Ik weet het helaas in ons vak, maar ik vind dat een artiest moet zijn energie ook uitstralen op de bühne. Ik vind altijd dat de stem is maar 30% van je optreden. En als die nou in orde is en je kan ook nog een beetje bewegen en een klein beetje zorgen dat de mensen naar je kijken, dan denk ik dat je als artiest op de goede weg bezig bent. Ja, want de entertainer ging je heel goed af, viel mij op. Ik zit al even op die weg, hoor. Ja, ja, je bent al een poosje bezig, hè? Vanaf een jaar of 12 hadden we het net al even over. Tegenwoordig vergelijken ze me met een diesel, weet je wel. Ik kom een beetje langzaam op gang, maar als die helemaal loopt... Dan blijft die lopen. Ja, 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 ja. Dus je gaat er heel wat jaartjes door. Ik ben voorlopig er niet van plan te stoppen. Ja. Nee, nee, nee. Helemaal nog geen zin in. Ik zit vol energie, ik zit ook vol met nieuwe ideeën en zo. En, het lijkt wel hoe rijper je in het leven wordt en hoe verder je in de herfst van je bestaan komt, hoe beter je teksten worden en hoe mooier je melodieën worden. En laten we dan maar hopen dat dat ook voor mij weggelegd is. Ja. Dan komen er nog een hele partij mooie melodieën. Nou, we gaan zo genieten van jouw optreden hier. Ik hoop dat ik wens je heel veel succes en we hopen elkaar een keer weer tegen te komen. Zeker en vast. Bedankt. Oké, okay, hoi. Je kunt er alles over horen, je hebt er alles over gehoord. Net als 12-jarige jongen begon, die kreeg hij zijn gitaar. En al binnen een jaar had hij zijn eerste nummer geschreven. Nu, een paar jaar later, timmert hij nog steeds flink aan de weg met zijn eigen nummers, die hij voor zichzelf schrijft, maar ook voor vele artiesten. En wij hebben hem hier in het Artiestenfestival live on stage. Andy de Wit! Ja! Dankjewel! Je mag meedoen, jongens, meteen met die handen. Dat is lekker voor vanmiddag. Oké! Okay. Meten. Ik wil nu eindelijk weten, zul je me echt nooit vergeten? En heb ik voor altijd een plekje bij jou? Dromen, ik lig hele nachten te dromen, beelden die gaan en die komen, op die momenten verlang ik echt naar jou. Als er geen hemel meer zou zijn, maar sterren stralen in de nacht, dan zou de romantiek voor ons voorgoed verdwijnen. Maar jij en ik, wij weten allebei dat ze er altijd zullen zijn. De vragen, ik heb wel honderden vragen. Af en toe wil ik je plagen en zoek ik gewoon wat meer aandacht van jou. Geven, ik wil je echt alles geven. Niemand die houdt mij nog tegen. Ja, heel mijn wereld die draait alleen om jou. Want als de zon voor jou en mij niet meer. Als er geen hemel meer zou zijn, maar sterren stralen in de nacht, dan zou de romantiek voor ons vergoed verdwijnen. Maar jij en ik, wij weten allebei dat ze er altijd zullen zijn. Leven, ik ga met jou door het leven. Een veilig gevoel om te geven. En dan maak ik jou gelukkig hier bij mij. Want als de zon voor jou en mij niet meer zou schijnen, als er geen hemel meer zou zijn, maar sterren stralen in de nacht, dan zou de romantiek voor ons voorgoed verdwijnen. Ze er altijd
Wat een plezier vandaag weer. En ook daar kun je weer van alles over horen. Over deze Zwolse zangeres. Sinds 2014 heeft hij zijn carrière een professionele draai gegeven. Begonnen met het uitbrengen van zijn eigen singles. En sindsdien hij reist het hele land door alle windstreken. Laat hij zichzelf zien. De liefhebbers van het Nederlandstalige muziek. En wij hebben hem ook hier vandaag in de uitzending van het Artiestenfestival. Ontvang hem ook hier in het Dorpshuis Nieuwbuinen met een waanzinnig applaus. Hier is Mammes! Als ik 's morgens opsta, de gordijnen open doe, ben ik fris als een hoentje, uitgerust, nog lang niet moe. Dan gaat de radio op 10, zing ik gezellig mee. Het zonnetje in huis komt aan en ik geniet voor twee. Omdat de zon schijnt, zijn de terrasjes lekker vol. Op het drempels nog wat bier, overal vind je plezier. Ja, alle mensen hebben lol. Omdat de zon schijnt, voel ik me heerlijk, het voelt goed. Het strand, de zee, de koele wind, dat is wat ik het fijnste vind. Dat is wat de zon met ons doet. De winterkou is niks voor mij, nee, daar bedank ik voor. Maar dat is voorbij, de zomer is weer hier, ik heb weer lol. Ik rijd dan met mijn cabriootje door de hele stad. Dan ga ik naar mijn vrienden voor dat gaat hele nacht. Omdat de zon schijnt, zijn de terrasjes lekker vol. De rode drenkels, nog wat bier, overal vind je plezier. Ja, alle mensen hebben lol. Omdat de zon schijnt, voel ik me heerlijk, het voelt goed. Het strand, de zee, de koele wind, dat is wat ik het fijnste vind. Dat is wat de zon met ons doet. We zijn hier handen, kom maar, ja maar. Hey, hey, hey. Jongens, we laten zien dat we van de zon genieten. Ja. Voel ik me heerlijk, het voelt goed. Het strand, de zee, de koele wind, dat is wat ik het fijnste vind. Dat is wat de zon met ons doet. Omdat de zon schijnt, zijn de terrasjes lekker vol. De oude drenkels, nog wat bier, overal vind je plezier. Ja, alle mensen hebben lol. Voel ik me heerlijk, het voelt goed. Het strand, de zee, de koele wind, dat is wat ik het fijnste vind. Dat is wat de zon met ons doet. Dankjewel. Super mensen, dankjewel. Melanie, welkom hier in Holland. Dankeschön. Ja. Hallo. Du hast schwer gearbeitet heute Nacht, höre ich. Ja. Wo? Oosterwijk. Das ist bei Gescher. Ja, ich kenne auch Oosterbeek, also ich bin annehmen hier. Ja. Auf der deutschen Seite. Auf der deutschen Seite, ja. Genau. Ja, du arbeitest viel, habe ich gelesen. Ja, ich arbeite viel. Ja, du machst Musicals. Ja. Du bist Moderator. Ja. Und so weiter und so weiter. Genau, und so weiter und so weiter. Ja, wo kommst du an die Zeit? Wo holst du das her? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß 2 Stunden schlafen. 2 Stunden schlafen heute Nacht, ja. Ja, ja. Und wie lange machst du das Singen? 30 Jahre. So lange 30 schon. Jahre. Ja. Ja, du hast eine Rockband gespielt. Genau. Habe ich gehört. Viele Anouk-Covers gemacht. Anouk, ja. Ich lange gecovert, das stimmt. Ja. Und noch in einer Band, auch nur in der Solo jetzt? Ich bin in einer Band auch, ja. In einer Partyband noch. Das kannst du immer noch kombinieren. Das kann ich noch kombinieren, ganz genau. Ja, 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 man muss Glück haben. Ja.
Wenn wir einen Auftritt hatten, du kannst auch einen, dann wird es ja schwer. Ja, wir müssen organisieren. Ja, aber wenn das geht von zwei Seiten, dann ist es nicht schwierig. Genau. Wie viele Solo-Singles hast du schon gemacht? Fünf. Fünf? Fünf Stück, genau. Ja, und wann war der letzte? Die letzte haben wir letztes Jahr im Frühjahr rausgebracht. Das war Barfuß, das ist der Titel, den ich gerade gesungen habe. Ja, ich habe es nicht gehört, aber das kommt und, auch. Genau. Und feiern, und wir planen dieses Jahr auch noch ein oder zwei Titel zu veröffentlichen. Du bist gut bezig. Ja, genau. Ich wens je viel Glück. Dankeschön. Viel Spaß. Danke. Danke, gute Heimfahrt. Wat een overvol programma ook vandaag weer waar u naar kijkt. De heren komen voorbij, Nederlandstalig. Zodat ik ook nog country muziek kunt u verwachten. Maar ook de Duitse slager en de Duitse muziek dragen wij een warm hart toe. En daarom zijn we ook zo blij met de volgende zangeres die wij mogen gaan verwelkomen. Een dame die al heel jong bezig was. Schoolkoren heeft ze gezongen. Musicals, een rockband, partyband. Ze zingt, ze presenteert, ze componeert. Een overvolle, talentvolle dame. En de podium is haar. Haar tweede huis. En dat gaan wij ook beleven. Hier bij het Artiestenfestival ontvangen wij haar met een waanzinnig applaus. Melanie Engels. Danny, welkom hier in Nieuw-Buinen. Dankjewel. Het Hoge Noorden, hè? Jij komt de Almere, hoorde ik net. Almere, ja.
Ja, dat is toch een stukje rijden, 2 uurtjes. Ja, in principe vanaf Almere is het, denk ik, 2 uur en een kwartier. Maar we vertoeven nu in Heerenveen. Oh, dat is een stuk dichterbij. Uurtje? Ja. Dus dat was goed te doen. Ja, je hebt vakantie. Ik heb nooit vakantie. We hebben vorige week heb ik samen met mijn meisje hebben we een soort van toerist in eigen land gespeeld. In Zeeland. Een week. Dus helemaal top. Ja. Ja, nou ja, goed, maar dat is ook leuk. Is hartstikke leuk. Ja, en als je dan het weer een beetje mee hebt, nou, dan is het helemaal. Ja, daarom. En ja. We zaten op een mooi stukje landgoed. Dus en het is gewoon ontspannen, weet je wel. Heb je zo nu en dan toch wel nodig. Ik denk dat mijn vriendin daarin de juiste schakel is die mij even terug kan fluiten. Ja, anders ben je te actief? Ik ben actief, progressief. Ik vind alles zo leuk. Ja. Je bent ook fotomodel, heb ik gezien. Ja, klopt. Ja. Heb ik wel een looks ervoor trouwens. Dankjewel. Ja, ja nee, dat is onder andere een inkomen van mij waar ik kan leven ook. En daarnaast maak ik natuurlijk het allerliefste muziek. En ik ben echt, ik ben nu 2 jaar geleden ben ik begonnen. Ik heb ik ga straks beginnen met mijn nieuwste single, Stilte Show. En ik ga eindigen straks met Oya Lela. Dus daar is het allemaal mee begonnen met Oya Lela. In 2015 hebben we opgenomen ook in Mallorca. En ik stond direct op het Tros Muziekfeest op het plein in Heerenveen. Zo, dus dat was direct goed binnenkomen. Ja, dus toen had ik gelijk een gevoel van oké, weet je wel. En ik wilde het zo graag. Alleen ik was altijd een drukke ondernemer in een discotheek in Heerenveen. Ja. En vanaf dat punt, ik was er klaar mee. 15 jaar lang op 1 punt blijven hangen. Ik wilde altijd muziek maken, dus ik heb de stap gewaagd. Dat was echt je passie eigenlijk al een beetje. Ja, weet je, maar ik had er nooit tijd voor om er iets mee te doen. Terwijl ik het juist zo leuk vond. En ik begon de horeca begon ik steeds minder leuk te vinden. Dus 1+1, stop er maar mee. En toen ben ik gelijk in de muziek gedoken. Oh nee, eerst nog Utopia in geweest, 4 dagen. En toen daarna ben ik dan toch met muziek begonnen. En wat ik zei, als je dan op zo'n Tros Muziekfeest... Ja, ik was echt vereerd. Ja, dat geloof ik heel best. En kippenvel natuurlijk. Want je staat daar voor... Voor mega veel mensen. Ja, mega veel mensen, weet je wel. Dus dat was super tof. En weet je, als Wolter Kroesje me supporte de dag, weet je wel. Ja, ik zat helemaal in mijn nopjes. Weet je, en ik dacht, dit is het. Dit is gewoon... Dit is mijn wereldje. Ja, echt tof. echt superleuk, weet je. En als je de mensen zover kan krijgen om handjes mee te krijgen. Ja. Dat ze zich kunnen vinden in Danny Diego Sound. Want ik heb wel een eigen sound. Je hebt een heel eigen sound, ja. Wie schreef je nummers trouwens? Ik heb Oya Lela zelf geschreven. Ja. En die andere komt hier trouwens uit de buurt. Uit Muntendam. Dat is hier in de buurt. Dat is in de buurt. Maak ik al mijn muziek. Ja, ik vind het leuk dat jullie me hebben uitgenodigd. En ik hoop dat de mensen gaan genieten van mijn muziek. Ik weet het zeker. Dus wat misschien leuk is voor de mensen thuis, is dat ze me kunnen volgen op social media. Heel simpel, eigenlijk www.dannydiego.nl. En daar staan tevens alle social media kanalen op. Dus ik zou het leuk vinden. Je hebt nog wel een website die actueel is. Ik heb een website. Er komt soms een website en er staat informatie van 4 jaar geleden. Ja, met een Pac-Man poppetje nog die erboven. Nee, dit is gewoon netjes keurig allemaal bijgehouden. En dan vinden ze ook wat materiaal van modellen, carrière en dingen. Dus. Ik heb natuurlijk een likepage op Facebook. Maar dat staat allemaal op mijn website. Dus hartstikke bedankt voor de uitnodiging. En ik ga er een show van maken. Prima, bedankt. Jullie bedankt. Het Artiestenfestival. Hij zat net, je hoort het van al bij onze eigen Jozef. Alle informatie over deze zeer creatieve persoon. Hij is professioneel fotomodel. En hij is een multi-getalenteerd. Er komen veel mooie grote projecten aan. Maar zijn hart en zijn passie ligt bij de muziek. En we zijn ook weer trots dat hij ook vandaag bij ons is met deze nieuwe aflevering. En ontvang hem met een waanzinnig applaus, want hier is onze eigen Danny Diego! Dankjewel allemaal, gezellige mensen. Dan ga ik hem gelijk maar instarten. Dit is mijn laatste single, mensen. Ja! Ja, gezellig hoor, er mag al handjes bij, zeker weten. Zij ziet me niet, zij gaat op in de beat. Zij danst voor mij en ze komt dichterbij. Mannen vallen als een blok voor haar, verleidelijk en puur en ik maak geen bezwaar. Ai, ai, ai. Iedereen ziet het maar ik laat het gaan. Het maakt het niet uit want ik kan haar.
ze stilt de show. Oh, oh. Oh, ze stilt de show. Oh, oh. Zij streelt mijn hart. Ik geef toe, ben verward. Zij raakt me aan. Ik ben stijf, ga eraan. Ik weet niet wat het is wat ze met me doet. Ze is een player, maar ze speelt het spel zo goed. Ai, ai, ai. Ik weet niet wat het is, dit is niets voor mij. Het duizelt in mijn kop en ik ben er niet meer bij. Ze maakt me heen. Zij is perfectie, zo elegant en sexy. Zij is meer dan leuk en lief. Ze stilt de show, oh, oh. Oh, ze stilt de show, oh, oh. Baby, kom, let's go, oh, oh. Oh, ze stilt de show, oh, oh. Ze doet iets met me, kom red me. Niemand die het hoort of ziet, belet me. Ze claimt me en neemt me mee. Zij is perfectie, zo elegant en sexy. Zij is meer dan leuk en lief. Zij is on fire, wordt stapel van desire. Maar pas op, ze is een dief. Zij is perfectie. Stil de show. Dank jullie wel, lieve mensen. Ja, Duo Dublon, hartelijk welkom. Dank u wel. Ja, twee solozangeressen die op de duo-tour gegaan zijn. Hoe dat zo? Hoe dat zo? Nou, eigenlijk, wij misten beide iets. We hadden zoiets van, goh, we willen een nieuwe uitdaging. En nou, dat gevoel hadden we eigenlijk beide. En we zouden eigenlijk altijd al een duet opnemen. En nou, hadden we het nummer gevonden. En toen zeiden we, goh, is het ook leuk om daar een set omheen te doen, dat we samen gaan optreden. Dus toen hadden we eerst over een half uur. Nou, toen hadden we het al over een hele avond. Voor het wisten hadden we het al over liedjes wat we samen twee stemmen konden gaan doen. En nou, toen hebben we eigenlijk het maar volledig aangepakt en dan zijn we er volledig voor gegaan. Ja, maar nog dus wel allebei de solo-carrière? Nee, nee, daar zijn we mee opgehouden. Ja? Ook, ja, ook omdat ja, als je zeg maar boekingen kan krijgen, dan is het natuurlijk, ja, je richt je dan, moet je op één ding gaan richten. Want ja, stel je kan een dubbele boeking krijgen, dan is dat weer zonde. En we investeren nu wel heel erg. Ja. En dan, ja, dan gaan we gewoon voor de volle 110% voor Dublon. Ja, het is wel eigenlijk. Het is voor ons nu wel, het is een hele nieuwe uitdaging, maar we zijn er wel erg enthousiast over. En we hebben nu afgelopen week ons eerste optreden samen gehad. En dit wordt eigenlijk de tweede een beetje voor het echt. Ja. Ja. Ja, maar wel enthousiast, dacht ik, of niet? Sowieso. Maar ja, wij zijn ook al een half jaar zijn we bezig. En dat weten mensen dan niet. Maar nee, ja, we hebben een heel repertoire. Ik begin gewoon te huilen hier. Maar kom door die zon, ik vind het heerlijk. Ja. Oh, maar ik ben niet emotioneel. Nee, of zo. Oh, dat is gelukkig. Ik hè, vind ik het zo zeggen. Mooi met Gerrit te zingen. Snap ik. Alleen Gina. Ja. Ja, nee, niet vergissen hoor, niet vergissen. Nee, joh, je bent zo lang ben je bezig en zo. Dus het is, ja, dat is gewoon superleuk. En dan krijg je nog, wij konden al goed met elkaar. Maar het was toch altijd nog een beetje zo'n collega-band ook wel. Ondanks, ja, ook wel bevriend. Maar je leert elkaar toch ook op een ander vlak ook kennen. We kwamen elkaar tegen weer de optredens eigenlijk. Ja, jaren geleden eigenlijk al. Ja. Ja. Ja, ook, we komen natuurlijk uit dezelfde regio. Nico komt uit Vraneker, ik uit Zwagensteinde. Ja. En ja, we hebben zoveel raakvlakken. En dat is gewoon, dat maakt het ook zo gezellig. En ook wel weer dat je elkaar begrijpt. En ja, maar dat is ook heel belangrijk als duo zijnde, denk ik. Want je moet natuurlijk het wel uitstralen op het podium. Ja, de een met een lang gezicht staat en de andere die moeten dan het feestje bouwen, dat werkt ook niet. Nee, inderdaad. En dat zien de mensen juist. Want dan zien ze niet, jou niet meer die een feestje bouwt. Nee, dan zien ze jij die er grijnig bij staat te kijken. Ja, je moet het ook niet als een zakelijk iets zien. Je hebt ook duo's en zo waarvan ze, nou, de stemmen perfect bij elkaar passen en ook in hetzelfde straatje zitten en zo, maar die gewoon persoonlijk niet
Ik ken ze. Dan zingen ze een liefdesliedje in één keer. Ze kijken allebei de andere kant op. Maar ze willen elkaar niet aankijken. Niet. Kijk, dat werkt natuurlijk niet. Mensen merken dat ook op podium. Vorige week was het ook zo. Oh jeetje, jullie hebben het echt leuk gewoon ook. Maar dat is ook onze hoofdmoot. Ja, maar dat is ook heel belangrijk. Spontaniteit. Absoluut. Ja, absoluut. Spontaniteit, tijd voor je fans na die tijd. Even babbelen kunnen, even een fotootje. En dat vinden de mensen leuk. En dan maak je het ook wel. Ja, en je gunt het elkaar ook. En dat is gewoon ook waar we het net ook over hadden. Ik bedoel, dat is bij ons al, toen we eigenlijk solo nog waren, toen was het al van, oh wat leuk, Nienke is er ook, weet je wel, gezellig. Ja. En niet zo van, oh Nienke is er ook. Oh, ik hoop wel dat mijn stem een beetje goed is. Ja, precies. Ja. Nee, helemaal niet. Nee, maar dat moet ik niet kunnen toch? Nee. Nou, ik wens jullie heel veel succes hier vanmiddag. Dankjewel. En we hopen nog veel van jullie te horen. Dank wij ook. Ja, okay, de laatste artiesten van deze aflevering alweer. En wat een mooie aflevering was dat. Mocht je voor meer informatie trouwens weten over het programma, een keer bij willen wonen of nog meer informatie willen hebben, kijk dan op www.hetartiestenfestival.nl. En de dames, je ziet ze al over mijn schouders, ze staan er al klaar voor. Twee dames, twee Friese zangeressen met een geweldige solo-carrière. Onze eigen Gina en Nienke, die hebben de koppen bij elkaar gestoken en een geweldig vrouwelijk duo in het leven geroepen. Live on stage, duo Dublon.